Waar is die auto? Weggereden. Als je weggereden. Achtergelaten. Jansen. Hoe? Beetje jansen. En hoe doe je dat, een beetje jansen? Ja. Laat even zien. Laat even zien. Nee. Aan de kant, aan de kant. Doe. Dat doen we niet. Oké. Doe dit voor iedereen. Doe het voor mij. Nee, doe het weer. Ik ben geen homo. Hallo, jij kijkt naar een nieuwe podcast. Ik ben Vince. En ik ben Jeffrey. En vandaag staan we op het Te Groen. En wat gaan we doen, Jeffrey? Nou, het is vandaag het kerstgala en ze hebben een rode loper. Dus gaan we iedereen behandelen als bekende Nederlander. En jij gaat de vragen stellen vandaag. Ja, maar je bent een beetje klein. Het is vanaf de derde klas. Ja. Dus, ik heb een kratje meegenomen voor je. Yes. Let op. Yes. Oh, daar komen mensen aan. Zo. Nou, waarom zijn jullie op het kerstgala? Omdat het werd verplicht door mijn vriendinnen. Waarom verplicht? Wie legt het uit? Ja, je moet toch gewoon mee, dan moet je toch meemaken. Dus zodat ik eindelijk iets sociaals zou doen. Ja. Wat zou je anders doen? Slapen. Ja, ik heb een gebroken. Dus geen eens kompaste. Hoe komt dat? Ja, ik heb het gewoon gebroken. Ja, ik ben gevallen. Een soort van, op een hele gekke manier. Dus toen ging mijn voet helemaal zo en toen, is gebroken. Je kan nu toch wel nog dansen, hè? Soort van. Met de chickens ook? Misschien, hopelijk. Beetje ongemakkelijk met jou. Mijn gast. Jij gaat dit zeggen, ik ga dat zeggen. Ja. En we gaan mengen. Ja. Dat is niet goed. Nee. Ken je moment. We hebben in de studio een fashion-deskundige en wil even op een rijtje staan, zodat hij even kan oordelen over jullie. Niet veroordelen, even oordelen. Zo. Ik ben wel benieuwd wat Wouter Haaksma hiervan vindt. Ja, goedenavond Jeffrey en Vince. Inderdaad, hier live uit de studio, Wouter Haaksma. Ik ben stylist geworden deze afgelopen maanden en ik hoop dat ik jullie mooie outfits op het Pieter Groen kan beoordelen. Vanavond. Oké, we beginnen bij de eerste. Wouter, wat vind jij van deze meid? Nee, niet van haar outfit. Van de outfit, dat bedoel ik toch ook, ja. Zak? Ja, oké. Nou, huh? Ja, we hebben een verbinding met... Ik snap de hele vraag niet. Ja, met jou. We gaan uitleggen. Ja. Wij hebben een verbinding met studio en daar zat een fashiondeskundige en die gaat even jouw outfit... fashiondeskundige. Wouter Haaksma, ken je hem? Nee. Ja? Ja? Hij gaat even oordelen. We wachten even wat hij zegt. Het is vrij simpel, maar toch door die gouden stippen hier zo boven heeft het toch iets meer dat kerstgevoel. Dus ja, ik vind het helemaal prachtig. Oh ja. Dat kratje staat echt in de weg. Hey! Hey. Jij blijft even staan. Wat ziet je er leuk uit, man? Dankjewel. Jij ook. Hoepelen, Vince. Ja, inderdaad. Ja. Dat heb je allemaal geleerd. Hoi, jongens. Ja, Vince, ik ben het helemaal niet met je eens. Je zegt wel jij ook, maar ik vind dit echt, echt, echt verschrikkelijk. Ik schaam me dood dat ik Pau eigenlijk ken. Zo'n jurk is zo ontzettend ouderwets. En dat maakt dat die bril ook gelijk heel ouderwets is. Ik bedoel, normaal is het heel erg, ja, toch wel fashionable. Zo'n wat meer vintage bril. Maar dit is verschrikkelijk. En dat haar dan ook zo... Ik schaam me diep. Diep. Wat leuk dat jullie hier vandaag ook bij zijn. Dit is een jurkje van de Bershka met een panty van de Hema. Loop maar door. Met schoenen van ik weet het niet meer en een echt leren tasje. Ja. Dus niet gehuurd? Wat? Niet gehuurd? Ik huur toch geen kleding, ik ben toch geen tokkie? Doe even normaal, joh. Kan ik nu verder lopen? Ja, loop maar. Oké, dankjewel. Succes. Wat zien jullie er samen beeldig uit? Ja, we zijn alleen samen, Leef. Hè? Wat? We zijn alleen niet samen. Jullie zijn toch samen? Nee, ik wil gewoon iemand armpje op de rode loper. Ja. Oh, sorry. Oké. Okay. Ik moet even heel goed nadenken en dit verwerken. Ik vind deze jurk vind ik prachtig. Het is heel, dat goud, dat is heel erg kerstgala-achtig. Hè? Vooral heel kerstig. En dan zo'n pak maakt het dan ontzettend, ja... Ik vind het heel carnavalachtig. Ik vind het heel jammer, want nu dat zij bij hem loopt, ja, staat zij eigenlijk best wel voor Pau. En dat is zonde, want het is een prachtige jurk. Je moet echt over een auto gaan vragen. Wat is dit? Hallo! Hi! Wat voor auto is dat? Een Wat? Land Rover. Ja, maar nice. Is wel bijzonder. Waarom een Jeep? Ja, het leek ons wel leuk om zo te komen.
van mijn buurman. Ja, dat is alles, goed alles mag. Alles ja, maar ik had eigenlijk een verhaal gehoopt van ja, we zijn op wereldreis geweest en dat soort dingen, et cetera. Dat is er niet? Nee. Wacht, we knippen even. Hier, wacht. Okay. Hoe komen jullie in de auto? We zijn via wereldreis hier gekomen. Ja. Langs de hele route willen weten. Ja. We gingen eerst met de boot naar Amerika. En toen gingen we op safari in Afrika. En toen nog even door Europa gewoon een rondje rijden. Ja, vindt en leuk. Toen kwamen we hierheen. Ja. Eigenlijk best onbeleefd ook met elkaar. Ik vind het heel onbeleefd. Nee! Zeg Wouter, wij hebben hier drie lieftallige dames staan. En wat vind jij van hun outfit? Ja. Ik, om te beginnen met het linker meisje. Het is simpel, maar toch ja, een beetje glam, hè? Met een beetje die glitters. Dan de volgende. Ja, ik hou heel erg van dat wat ja, dat, ik vind het heel origineel in het haar, die lichtjes. En toch een beetje dat stoere, hè? Dat zie je niet veel. En daarom vind ik dat zij ontzettend origineel is. Ja, van de derde kan je vrij weinig zien. En nu ga jij maar de keer. Oh, ja, ik ben... Hallo. Hallo. Wat verwachten jullie van deze avond? Een hele gezellige avond. Ja, en zijn er nog leuke jongens op school? Nee, zeker niet. Oh, oké, dus dat gaat niks worden? Nee. Waar komen jullie pakjes vandaan? Pakjes? Flauw idee, ergens in het dorp. Pompri. Boe. Boe? Boe. Boe? Boe. Wat? Ik ken het niet. Kijk Wouter, ja? Deze twee lieftallige dames staan weer voor jou klaar. Ja? Nee, nog... Ja. Wat vind jij van ze? Ik hoef de mening niet te weten eigenlijk hoor. Allereerst, nou ja, laten we weer met de linker beginnen. Ik vind dat rode, dat heb ik nog niet veel gezien. Dus daarom vind ik dat ook weer ontzettend origineel. En die daarnaast, ja, het is ontzettend... Ja, toch een beetje dat glam, die glitters. Jullie merken het vast wel. Ik hou van glitters. Ik hou van glitters. Ja, ze zien er fantastisch uit. Oh ja, we zien er fantastisch uit. Fijne avond. Tot ziens, dag. Dit is vet. Sick. Je ziet er heel mooi uit. Dankjewel. Ja. Waar komt dit vandaan? Ja, ik ben er speciaal voor naar de winkel gegaan in Leiden. Ik dacht, één na laatste gala, wie weet ben ik volgend jaar ziek. Dus ik dacht... Ja, wat zeg je nou? Ik weet het niet. Nee, het kan wel. Ja, het kan dat ze ziek. Maar je denkt nog niet dat je ziek gaat worden? Nee, ik dacht gewoon just in case, weet je wel. Pauzeer even. Ja. Nou Wouter, hier, stil. Voor mij is zij nu al de winnares. Zij is zo... Zij heeft een het is, nou ja, ontzettend over de top. Maar dat mag voor een kerstgala. Ik bedoel, leef je uit. Je mag eindelijk naar school in een outfit dat je denkt... het is een beetje overdreven, maar we houden er allemaal van. De make-up look maakt het helemaal af natuurlijk. Want als zij geen make-up op... Dan zou toch wat... toch iets wat zij... En die make-up maakt het toch vrij speciaal. Ja, dit is voor mij de winnares van de avond. 12! Oh, jeetje. Kan je dit regisseren omdat je de vraag stelt of moet ik dit doen? Meiden! Kom eens hier. Ja, kom maar. Ik bijt niet. Ik hoorde dat jullie met z'n 12 hierin zaten. Ja, dat klopt. Ja. En hoe duur was dit? 20 per persoon. 80 volgens mij. Maar per persoon iets van 20 euro. Hoeveel? 20 per persoon? Ja. 20 per persoon? Ja, 20,83 per persoon. Dat is geen geld. Gast, nee, dat is niks. Een uurtje gereden. Oh ja, mensen, hij moet ook nog naar zijn kerstgala, maar dan, waar ook weer? Noordic. Noordgo. Hoe ga jij eigenlijk? Nou zo. Oh, wacht. Ik ga met de podcastmobiel. Hoe oud is het jasje? Ik heb geen idee, hij is van mijn moeder. Ik heb hem geleend. Oh, vet. Veel knap dat je ervoor uitkomt dat je voor je moeders kleding aandoet. Ja, ik schaam me er niet voor. Ik vind het ontzettend goed dat je je niet schaamt dat je de kleding van je moeder aandoet. Maar doe alsjeblieft dan gewoon even een fatsoenlijke stropdas om. Ja, dit is voor mij weer zo carnaval feeling. En dat moeten we niet hebben. We moeten een kerstgala feeling hebben. Oh, ja. Ja. Nou, ik vind het mooi in ieder geval. Oké. Okay. Ja. Hey dames, kom eens hier. Nee, jullie hebben echt de mooiste auto. Nee! Ze komen met de mooiste auto en ze lopen zo voorbij. Nou, doen wij hem. Hier is de brandweer weer. Hier is de brandweer weer.
Valt hier nog wat te blussen, is er hier iets aan de hand? Want als de brandweer sluit, dan lukt de brandweer uit. Zodra ook maar de pand weer brandt. Ga vertel wat over Tuinzetten de Mooi. Je kan er vuurwerk kopen en mooie plantjes en bloemetjes. Top. Waar is die auto? Hier, weggereden. Hier, achtergelaten. Hoe? Beetje jansen. En hoe doe je dat, een beetje jansen? Ja, gooi niet. Laat even zien. Laat even zien. Nee. Aan de kant, aan de kant. Doe. Dat doen we niet. Oké. Doe dit voor iedereen. Doe het voor mij. Nee, doe het niet. Ik ben geen homo. Waarom heb hij een hoodie aan? Waarom heb jij geen pak aan? Ja, ik was een beetje laat met alles. Ja, dat merk ik, ja. Oh, nou, kijk. Timo is zo aardig. Dat zei ik niet. Wouter, vertel. Ja, kijk, het is allemaal vooral de middelste vrij simpel. Maar toch heeft ze gekozen voor een andere kleur tas. Gelukkig, want anders zou het al helemaal heel simpel zijn. Maar simpel is soms ook wel goed, hoor. De rechter is mijn favoriet. Toch dat rode, dat kerstige, dat zit er dan weer in. En die ketting is dan weer het stukje glam in de outfit. En de linker is ja gewoon de glitters prima. We houden het op prima. Ja, ik denk dat Wouter al klaar is met zijn verhaal. Okay. Zijn er nog mooie mannen vanavond? Nou, in pak ziet iedereen er leuk uit, vind ik. Dat is echt zo. Dat is echt. Zelfs Hou Chang. Shout out naar Hou Chang. Ja, hoe is het? Best, jongen. Veel zin in. Ja, en wat verwacht je van deze avond? Fris feestje. Waarom staat hij op een kratje? Nou, hij is een beetje klein. Ah, joh. Nice. Moet je accepteren. Ja, maar dat is een beetje lastig met interviewen. Vooral, probeer, kijk hier. Hey Vince, probeer jij deze man te interviewen zonder krasje? Zonder. Hey! Hallo! Ik moet dat interviewen! Ja, maar dit was niet de afspraak. Waar hebben jullie het vandaan? Waar vandaan? Ja, je outfit! Ik heb geen idee eigenlijk. Ja, ik weet niet. Volgende. En jij? Van Zalando. En jij? Van Lovies. En jij? Ik heb echt geen idee. Van het... En jij? Ik weet het ook niet. Ja, als het gaat om de groep, dan zijn zij zeker de winnaressen. Ik spoel even terug, zodat ik de auto's nog eventjes goed kan bekijken. Laten we beginnen met de eerste die geïnterviewd wordt. Ja, heel fijn dat zij bij de schouders toch een beetje wat meer dat kanterstofje heeft. Hè? Anders zou het weer te basic zijn. De volgende, ja, de glitters, daar hou ik gewoon echt heel erg van. Die glam, die is er gewoon weer. Die derde, die hebben we nog nooit gezien. Zo'n soort kleur, zo'n soort patroon. Dus dat is ontzettend origineel. Naar de vierde. Ja, ik vind dat persoonlijk... Ja, ook al is het een beetje basic, een beetje... Nou, alleen maar zwart. Het heeft toch iets speciaals, hè? Iets wat nog niemand eigenlijk in het hele feest aan heeft. En de laatste... ja... Weet je, een shirtje met een broekje en dat een beetje glam is. Dat is natuurlijk ook helemaal mooi. Nee, wat zou je zeggen? Moest jij niet indrinken voor je feestje? Mocht ik het maar. Wat zijn jullie schattig. Ja, dankjewel. Dat vind ik lief van jou. Ja? Ja, en waarom ga je nou met z'n tweeën? Dat is toch leuk? Dat is toch gezellig? Dat is gewoon... Voor het sfeertje, weet je wel. Dat is wel een sfeertje, ja. Ja, een sfeertje voor het gala. Ja, en jullie zien er heel cutie uit samen. Ik vind het niet goed, wacht. Ik vind echt dat het opnieuw moet. Hoe lang hebben jullie een relatie? Okay. Hoe lang hebben jullie een relatie? Bijna 4 maanden. Sorry dat het uit je handig is, maar er moet iets gebeuren hier. Ja. Oh. Ik wil eigenlijk voor de camera dat dit opnieuw gebeurt. Jij gaat daar staan en je gaat met de arm... Kom maar mee. Kom eens hier. Zo. En dan doe je lekker je arm onderheen, zo. Oh, daar valt er iemand, gebeurt van alles. En nu lopen jullie samen lekker naar binnen. Veel plezier. Dankjewel. Doei. Kijk, romantisch. Ja, kijk, zo hoort het. Nou, ik vind deze situatie ontzettend romantisch en daar draait de kerstgala natuurlijk om. Wel jammer dat ze niet iets matchend hebben, hè. Matchend? Dat is niet Nederland. Wel? Oké, iets matchend hebben. Want ja, dat geeft toch meer een beetje die cute couple goals. Voor de rest ontzettend schattig. Hoe lang hebben jullie erover gedaan om een beetje je uiterlijk te verzorgen? Een half uurtje, 3 kwartier. Ja, ook zoiets, 20 minuutjes, zoiets. Een half uurtje, niet zo lang. Vooral mijn haar.
Je hebt wel mooie kleuren, moet ik zeggen. Ja, dat vind ik wel vet. Oprecht. Ja. Vince, mijn vragen zijn een beetje op. Ja, jij moet naar je eigen gala, hè? Ik vind het eigenlijk wel mooi geweest hier. Zullen we jou naar jouw gala brengen? Ik vind het helemaal goed. Hoe gaan we dat aanpakken eigenlijk als we jou naar je gala brengen? Laat ik je uit? Ga ik je filmen? Wat ga ik doen? Jij laat mij wel uit. Gaan we ook filmen? Tuurlijk. Oh ja, hoor ik. Oké, is goed. Nou, laten we naar jouw gala gaan. Yes. Zullen we kijken of iemand de video wil afsluiten? Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. Like, abonneer en klik op het belletje. Doei! 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 Yep. Bedankt voor het kijken naar deze podcast. Abonneer, like, belletje. Wij gaan feest vieren. Tot de volgende keer. Zo sluit je video af. Zo sluit je hem af. Doei. Doei. Zo sluit ik het. Oké. Wij gaan. Hots. Jij neemt een kratje mee. Hoi. Dit is een heel ander soort school. Heel ander soort school. Het is een beetje triest hier. Beveiliging. Nou, ben je klaar, Vince? Ja. Nou, komt-ie. Kut kaartje. Oké. Okay. Vince kan zijn kaartje niet vinden, maar we gaan het wel gewoon doen. Vince, je moet shinen. Kom, kaartje komen later. Nee, wat ga je nou doen? Opnieuw! Zitten, idioot! Kijk, zo doen we dat. Kijk! Hey jongen, nou, dat is je eigen gala. Ja. Heb je je kaartje al gevonden? Ja, het doet het niet. Ja, hij zou hier moeten staan. God, hij heeft zijn kaartje gewoon niet. Heb je je schoolpasje bij je? Nee. Maar, scanner. Nee, er staat toch wel een mail van gewoon mensen die hier op school zitten. Komt vast wel goed. Is hij altijd zo? Ja, hij is. Vertel eens hoe Vince is op school. Klunzig. Klunzig. Ik zeg ha, joh. Ik zit naast hem en hij is echt heel druk. Oké, okay, Vince, veel plezier. Doei. Dag. Doorlopen. Nou, nu wil ik het even hebben over de outfit van Vince. Allereerst, ik vind het heel origineel wel dat hij iets anders heeft dan een blouse. Maar toch, het is een beetje saai, een beetje donker, een beetje... Ja, eigenlijk totaal geen glam of glitter of wat dan ook. Vind ik jammer, zou ik wel verwachten van Vince. Na zo'n outfit, een beetje dat... Ja, ik weet natuurlijk niet wat het niveau is van Noordgo qua outfits, maar ik vind het een beetje meh. Maar het kan ermee doorgaan. Nou, ik wil jullie erg graag bedanken voor het kijken naar de video. Ik ben er helemaal klaar mee. Pieter Groen, jullie hebben jullie best gedaan. Voor mij is al de derde outro. Bedankt voor het kijken naar deze podcast. Vond je het nou leuk? Doe een blauw duimpje omhoog. Etcetera, etcetera, etcetera. De volgende video gaat over vuurwerk. Superleuk. Doei!